Joël van Nief is maandagavond de gevierde man van de belofte van FC Groningen. Hij schiet met een prachtig genomen vrije trap Jong FC Groningen in blessuretijd langs Jong Fortuna Sittard. En dus zijn de felicitaties voor de jonge verdediger die afkomstig is uit de eigen jeugdopleiding van FC Groningen. Sowieso is onze afspraak dat wij de bal vanaf de zijkant op de tweede paal ongeveer gooien. Maar deze bal die was wel echt gericht op goal, zeg maar, dat ik hem zelf kon maken. Ja. Ja, wat dat betreft was het ook de ideale plek, hè? Voor een linkspoot zoals jij. Ja, het was de ideale plek. In ieder geval maakte ik hem aardig. Ja. Ja. Ja, zeker het moment waarop, want ik denk dat heel veel mensen zoiets hadden van deze wedstrijd eindigt in 0-0. Ja, we hebben veel kansen gekregen, veel kansen gecreëerd ook. En ze halen hem heel vaak alles van de lijn af. En ja, dan word je op een gegeven moment een beetje hopeloos. Maar we blijven wel zoeken en op een gegeven moment echt zoeken naar de goal. Nou, uiteindelijk valt hij dan en ik denk niet meer dan terecht. Van Nief is tegen Fortuna Sittard aanvoerder van Jong FC Groningen. Hij is daarmee de opvolger van Nick Bakker die vorig seizoen de aanvoerdersband droeg bij de belofte van de FC. Ik hoorde direct al wel van de trainer en eigenlijk is het zo goed als zeker dat ik gewoon de rest van het seizoen ook aanvoerder ben. Ja, en dan zat je vorig seizoen ook al een paar keer bij de selectie van het eerste elftal ook gedebuteerd. Wat is nou jouw doel voor dit seizoen? Mijn doel voor dit seizoen? In ieder geval alles, in ieder geval zoveel mogelijk spelen in het belofte en eigenlijk ook minuten maken. In het eerste. Dat is wel mijn doel. Ja. Nog meer minuten maken dan dat je vorig seizoen hebt gemaakt? Ja, in principe wel. Dat is wel mijn doelstelling. Ja. Voor welke positie? Nou, voor centrale verdediger of controlerende middenvelder, denk ik wel. Ja. Dus niet meer op links? Niet meer op links. Nee.